Welkom terug bij weer een nieuwe video. Ik moet opruimen. Ik moet echt nodig opruimen. School is weer begonnen. Voor mij is werk weer begonnen. En ik heb echt een bende gemaakt van mijn bureau deze vakantie. En eigenlijk ook wel een beetje voor de vakantie. Maar goed, dat is nu allemaal voorbij. En om een beetje aan het werk te kunnen en gewoon mooie video's te maken, maar ook gewoon voor mijn andere werkzaamheden, is het fijn om ook een beetje een fijne werkplek te hebben. Dus die ga ik opruimen. Ik zal je even de horror laten zien van hoe het er nu uitziet. En zeg nou zelf, daar moet ik toch echt even verandering in aanbrengen. Sowieso moet ik gewoon veel dingen weer op zijn plek terugbrengen. Maar ik wil ook een paar kleine veranderingen maken, zodat het weer net een beetje anders eruit ziet. Dat vind ik zelf namelijk heel leuk en fijn werken als het af en toe weer een beetje verandert. Goed, ik ga je meenemen in het proces. Laten we gauw beginnen. Waarom die la ook open staat? Geen idee. Rommel, rommel. Sommige dingen horen er ook gewoon compleet niet. Zoals die fles en die haarklem en zo. En Pikachu. Pikachu hoort hier ook niet. En dit hoort daarin. En ik had al twee kleine kaartenrekken staan. Maar laatst was dit grote kaartenrek met volgens mij ruimte voor 18 kaarten of foto's van de HEMA en de dagaanbieding voor 5 euro. Dus die heb ik besteld, want dat kon ik niet laten. En die komt boven mijn bureau. Ik ga nu eerst mijn bureau leegmaken, want dan kan ik dan rustiger opbouwen en alles neerzetten waar het wel moet. Want op zich hoeft er niet per se iets weg, maar het moet wel weer even terug op zijn plek en weer even een plekje krijgen. Dus eerst leegmaken. Het bureau is nu leeg, maar wel heel erg stoffig. Dus ik ga hem even afstoffen. En daarna met een nat doekje er nog even overheen. De lamp laat ik hier wel staan. Want het is de enige plek waar die qua stroom kan staan. Maar voor de rest is het bureau leeg. En ik vond dit kaartje wel heel toepasselijk om er als eerste in te doen. I'm not messy, I'm creatively organized. Toch? In dit mandje heb ik dus alle kaarten om te versturen voor Sneeuwwil Sunday. Maar het lijkt me handiger als ik hier gewoon wat pennen en een schaar en een beetje de essentials in doe. En dat ik in het rek een plekje maak voor de kaarten die ik verstuur. Dus ik denk dat ik dat maar ga doen. Het is inmiddels al avond, maar mijn werkplek is een stuk netter. Nou moet ik de tafel wel nog steeds doen, dus dat wordt mijn volgende project. Maar ik ga je even laten zien hoe mijn bureau nu geworden is. Zo ziet het er nu uit. Echt al een stuk beter. Het kaartenrek heb ik expres niet helemaal vol gehangen, want dan lijkt het meteen zo propperig. Maar ik heb er wel een aantal kaarten in gedaan die ik heel erg leuk vind. Waaronder deze. Dit is een van de favoriete sneeuwmails die ik ooit heb gekregen. En die is van Louisette van Little Lefty Lou. En dit zijn kaarten uit haar shop. En voor de rest nog de andere kaarten die ik leuk vond. En dit vond ik een sneeuwmail. Ja, die vond ik ook heel erg leuk. Die heb ik dus ook een keer gekregen. Die had je al gezien, die kaart. En dit vond ik ook een hele leuke sneeuwmail. Dit zit nu in het kaartenrek. Zoals je ziet heb ik toch niet de kaarten voor Sneeuwmail Sunday erin gedaan. Die heb ik toch hierin gedaan. Want anders vond ik het toch wat propperig worden en dat vond ik niet zo mooi. Verder heb ik mijn laptop op een stapel Flow staan. Want dan staat hij goed op ooghoogte voor me als hij opengeklapt is. En in deze doosjes heb ik mijn washi tape. Willen jullie hier trouwens een nieuwe video over zien, over mijn washi collectie? Laat het dan even weten. Hier heb ik losse plaatjes in voor sneeuwmails. En hier heb ik allemaal leuke goodies in voor sneeuwmails. Dingen die ik mee kan sturen bijvoorbeeld. Dus dat. Nou ja, een stoel. Die had ik al. Daaronder staan flows en wat boeken. En een router voor het internet. Daar staan alleen nog dozen die ik ook nog even moet uitzoeken. Maar mijn bureau zelf is netjes. En ik heb hier nog
Mijn la die heb ik even helemaal weer uitgezocht. En hier zitten al mijn kantoordingen in. Hierachter een perforator, puntslijper, plakband. Nou ja, dit soort dingen. Dan hier mijn twin markers. Mijn gewone pennen en potloden en schaar en dat soort dingen. En hier wat digitale dingen zoals een externe harde schijf, een losse muis en wat oortjes. Dus deze is ook weer geordend. Ik ben blij, ik kan in ieder geval weer aan de slag. Dan sluit ik hierbij ook de video af, want zoals je misschien aan mijn gezicht ziet, verandert het licht al. Het begint al een beetje donkerder te worden. Dus voordat we straks helemaal geen licht hebben, sluit ik het hierbij af. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien hoe ik toch mijn werkplekje een beetje ging opruimen. En binnenkort moet ik mijn creatieve kast ook weer eens even helemaal uitzoeken. Dus als je dat wil zien, laat me dan ook even weten. Dan sluit ik hem voor nu af. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!